Welkom bij Tunnelbies achter de schermen. Hier ziet u wat afgelopen donderdag bij SBSS is gebeurd. Hier ziet u Hugo praten over wat we gaan laten zien bij de SBSS-uitzending van woensdag. Zoals u weet komt hij om 11 uur. Marike, dit is aan het uitleggen wat er allemaal in Optibies afspeelt. We lopen nu echt officieel het terrein op en wauw, dit is hier echt, de meneer die me net hier is, die begeleidt ook een beetje de Optibies. Het lijkt net een kleine centerpark, zegt meneer Marike. Hier staan allemaal huisjes gewoon. Hier staan gewoon allemaal huisjes. En dit is pas de helft. Wat is er nog meer? Dit is een boerderij. En we lopen nu echt doorheen, zegt Kooien. Tegen de camera waar die mee op zit te nemen. Echt een kleine camera. Een kamer van 2,5 met 2,5 meter. En André die zit heel spannend te wachten of ze komen. Geniaal. Komen ze langzaam bij TV op de bies en de spanning gaat heel hard. Ja, natuurlijk mag ik. Goedemiddag. Hallo, welkom bij TV Optibies, bij de Tunnelbies, achter de schermen. Wat vind je ervan? Ik vind het heel leuk wat jullie doen. Ik vind echt, ik kwam hier naartoe en ze hadden me een beetje verteld wat jullie deden. Maar dat jullie het op zo'n manier deden, vond ik echt heel vet. Ja, dat is de zorg. Wij doen eigenlijk hier de zorg een beetje, qua niveau, een beetje echt hoog. Daarom doen we dit ook. En wij willen gewoon laten zien wat wij allemaal kunnen bij onze tv-zender. Heb je zelf een paparen king? Niet dat ik weet. Zie jij misschien iets aan mij wat... Nou, toen wij je filmpje maandag keken, was je een beetje druk. En dat viel wel een beetje over. Ja, ben ik druk? Ja. Je komt dus bij SBSS. Hoe heet het programma dan? Het programma dat heet Heel Hollands Zorg. Nou, dat kun je dan vanaf 16 tot en met 20 of 21 maart. Kun je dan van 16 tot en met 21 maart om 4 uur elke dag op SBSS zien. Ja, dus echt geweldig, ja. Ik vind het heel leuk. En ik ga dus nog de hele week zeg maar, naar dit soort plekken toe. Ja. En gewoon met allerlei soorten mensen ga ik dingen opnemen. Ja, echt leuk. Doe je dit alleen of doe je dit ook samen met iemand anders? Het filmen doe ik helemaal alleen en het monteren. Maar ik heb natuurlijk altijd iemand die achter me staat. Mijn ninja. Die kun je niet zien. Die staat achter mij, maar die zie je dus niet. Maar we kunnen al wel overklappen dat die dadelijk ook een interview kan krijgen. Oké. Okay. Dus die komt dadelijk ook erin voor. Ze kijkt zo van... Dankjewel. Veel plezier nog. En nu een andere interview met de productieleiding van hun. Van SBSS Heel Holland Zorg. Laat maar komen die film. Welkom. Dankjewel. Jij bent hier voor een programma, maar wat doe je eigenlijk precies? Ik ben redacteur voor Heel Holland Zorg. En dat betekent dat Colin Colijn, die je net hebt gesproken, die filmt dan en zo. Ik ben normaal gesproken nooit in beeld. En ik bedenk het. En ik heb dan heel lang met Mark gebeld over de vraag wat jullie doen. En, dus ik verzamel alle informatie, zodat andere mensen daarna kunnen filmen.
Ja. Daar waren we ook een beetje gek van dinsdag, toen we in de studio zaten. Ja, dat klopt. Ik kan me voorstellen. Ik bel mensen heel vaak. Ja. En ik stel heel veel vragen. Ja. Klopt. Oké. Wat vind je hier leuk en wat wij hier eigenlijk doen? Ja, ik vind het super tof wat jullie maken. Ja. Het is hilarisch, het is super leuk. Dus dat vind ik het ook leuk om te kijken hoe jullie het maken. Ja. We hebben ook verschillende programma's. Wil je eens weten wat we allemaal hier maken? Ja. We maken bisport. Dat is eigenlijk met alle soorten sport bij elkaar. Zoals hier wordt een evenement met biesloop. Ja. De talkshow Goedemiddag, Goedemiddag op de bies. Dat doen we ook. Jullie maken ook een talkshow? Ja. En natuurlijk Tunnelbies en Tunnelbies achter de schermen. En als er heel iets bijzonders is, Biesjournaal. Oké. Dus jullie doen heel veel eigenlijk. Ja. Echt, het is gewoon geweldig wat we hier doen. Ja. Moet je kijken hoe groot het hier is!